Je hebt het de afgelopen weken zo goed gedaan dat je mag blijven. Ja, nou ja, ik zit vanaf eigenlijk dag 1 dat ik hier ben, zit ik goed in mijn vel. Goed ontvangen door iedereen, door de spelers, door de technische staf, medische staf, de supporters. Dus nee, is positief allemaal. Ik hoef dan niet de vraag te stellen of je zelf ook wil blijven als ik dit zo hoor. Nee, ik heb het goed aan mijn zin. Ja, we gaan sowieso het gesprek aan en dan kijken we van daaruit weer hoe wat. Past het ook in je carrière-lijn? De club ADO denk ik wel. Ik heb hier natuurlijk in de jeugd gespeeld. Ik had vorige week met Tom er nog over dat het wel geinig is dat vroeger als DPP wilden we samen het eerst halen. En nu is dat een soort van gelukt. Dus nee, het is een mooie bijkomstigheid dat ADO nu op mijn pad is gekomen. Maar ook in je carrièrelijn als wil je misschien nog naar het buitenland? Nee, absoluut. Kijk, ik ambieer natuurlijk wel nog een keer het buitenland. Afgelopen zomer natuurlijk wel wat interesse geweest uit het buitenland. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat er op mijn pad komt. En nu is ADO op mijn pad, zeg maar. Dus, Laatste twee wedstrijden heb ik je zien spelen. Even terug naar Roda. Je geeft daar een assist en dan? Ja, dan word ik even temmers. Nee, voor mij, hoe zeg je dat? Ik wil graag spelen. Ja, het is toch een bepaalde, hoe zeg je dat, beloning, zeg maar. Ik heb een paar kansen gehad, een paar schoten op doel die er net niet in gingen. Wat voorzetten waar net niet uit werd gescoord. En ik denk dat ik goed bezig ben. Ik voel me goed, ik krijg goede feedback, zeg maar, van iedereen. En voor mij was het toch een bepaalde, hoe zeg je dat, ik wil niet zeggen frustratie, maar wel, weet je, dat je gewoon goed bezig bent en een bepaalde beloning. En je loert toch als buitenspeler op een assist vooral en natuurlijk een doelpunt. En voor mij was het, hoe zeg je dat, ja, gewoon een beetje van alles wat, zeg maar. Ik ben wel een beetje zorgen gaan maken. Hoe bedoel je? Als ik score? Nee. Ja, dan moet het hek open. Nee, jongen. Nee. Je kent wel een beetje, toch? Nee. Ik vier het graag met het publiek en... Ja, dat zit gewoon in mij en het zal niet gekker worden dan dit. Dit was het maximaal? Ik denk het wel. Nee, maar ja. Je loert wel op die goal, hè? Nee, tuurlijk. Ik ben best wel gretig en dat zit gewoon in mijn spel. Ik moet het hebben van mijn schoten op doel, van mijn 1-op-1 acties. En gewoon van mijn voorzetten. En het gaat me gewoon tot nu toe gewoon vrij redelijk af. En ja, wat ik zeg, ik ben liefhebber. Ik speel bij een fantastische club op dit moment en ik vind het gewoon mooi om het met het publiek te vieren. En, ik kan me wel een beetje herkennen in de clubs waar ik altijd tot nu toe heb gespeeld. Dat zijn altijd volksclubs geweest en ja, ik ben gewoon trots dat ik het meest dichtstbijzijnde clubje bij mijn thuis, zeg maar, dat ik daar nu kan spelen. En, in dat opzicht heb ik wel heel veel geluk dat ik het, als we een doelpunt maken, dat ik het kan vieren met Midden-Noord en de supporters achter het doel bijvoorbeeld. Dus, Het is wel belangrijk voor jou, hoor, dat je werk en thuissituatie dicht bij elkaar ligt. Ja, nou ja, ik ben familiair heel erg. Ik moet gewoon een vertrouwde omgeving hebben. Hier was het ook een soort van thuiskomen, kon veel jongens al. En bij mij staat familie wel op nummer 1. En, soms zijn er wel belangrijke dingen dan voetbal, zeg maar. En dat heb ik de afgelopen jaren wel wat meegemaakt, zeg maar. En ja, ik heb het graag dicht bij huis, zeg maar. En het is niet erg, toch? Zeg je net te lachen? Nee, maar ik bedoel van, ik vind het gewoon belangrijk. En deze club is ook heel hecht, weet je. En ja, hoe mooi is het dan om het doelpunt te vieren met de supporters, zeg maar. Dus hoe echter het publiek met het team is, ik denk dat dat alleen maar goed kan uitpakken, denk ik. En dat verdienen de supporters ook, denk ik. Even naar de orde van de dag. Groningen thuis, wat gaat dat worden? Ja, hopelijk een winst voor ons. Groningen, een goede ploeg. Wel wisselvallig dit jaar. Maar ze kunnen ook de ene keer winnen ze met veel doelpunten, de andere keer verliezen ze met veel doelpunten. Dus het wordt wel een wedstrijd. Ze hebben jongens die ook een kaakje kunnen uitdelen, zeg maar. Dus daar moeten we op anticiperen. Nou, neem niet weg dat wij ook jongens hebben die geen duel schomen, zeg maar. Dus, Moet ik het hek open laten voor jou? Nee, laat het hek maar dicht. Ik spring wel het publiek en dan snel. Nee, maar dat komt wel goed. Als ik weer minuten ga maken, dan ben ik gewoon gretig om de assist of het doelpunt te maken. En dat zal ik altijd blijven doen.